Yes, Jay, daar zitten we weer. Lekker in België aan het vissen. Een dagje op een water wat helemaal vol staat met wier. Nou, we hebben flink wat vissen gespot, nog niks gevangen. Maar ik zag bij jou een richtje waarvan ik dacht, ah, dat is wel leuk om eens even aan de KWO's te laten zien. Leg eerst eens eventjes uit, waarom vis je niet gewoon met een tjotje zo tussen het wier? Ja, inderdaad. Normaal gezien zou ik dat in eerste instantie ook doen. Maar die vissen zijn eigenlijk al zo hard belaagd hier. Het werkt gewoon niet meer. Nee, serieus? Nee, het werkt gewoon niet meer. Nee, en ik denk dat je best wel hard moet drillen, dat een chothaak misschien ook niet de beste oplossing is. Ja, inderdaad. En pop-ups zijn nu echt verleden tijd. Toch zeker in mijn visserij hier toch. Ik heb al gemerkt, vanaf dat nog maar iets of wat van de bodem staat, dan zijn ze gewoon weg. Bedoel je dat de karpers door het jaar heen gewoon gedresseerd zijn, geraakt op drijvende haakaasjes? 100% zeker. Okay. In het voorjaar werkt dat heel goed. Maar nu op deze moment, toch uit mijn recentste sessies, heb ik toch moeten ondervinden dat een wafter maximum veel the way is. To go is. Ja, inderdaad. Okay.